Bobbing TV wordt mede mogelijk gemaakt door Deutfar en Van der Brink, hoogwerker en kraanverhuur. Kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl. Met de combinatie die zich in Staphorst geplaatst heeft en hier dan de proeftrek rijdt. Ik zei al, Bert, we zetten hem nog een keer zwaarder, afstanden boven de 100 meter toe voor de pijn, hoor. Nee, weet ik, maar we gebruikten de eerste twee trekpogingen een vast mes onder de sleepwagen. Het zit er vanaf 20 meter al in. En we zagen dat het niet de goede kant van de baan, maar dat is niet ook goed voor de volgende klasse. Dus we hebben hem anders afgesteld. Dat begrijp ik heel goed, duidelijk verhaal. Dikke dorp, ja. Dan snap ik hem. Vraag is, zoals Bert hier vermoord, anders afgaat richting de vlag. Pak nog even grip, zet hem aan de vlag. Bij de impact van de restrictor op de standaard XL. Hier gaan wij onderweg met Gerrit Buitenhuis en de maximaal geladen. Dikke 900. Voor de achter de lucht. En dan plaatje van de 1926 over de rechterkant van de baan. Hier is stil. Marielle onderdeel, zijn medeknie onderdeel van de organisatie. En hier dan de 1926 over rechts. Goed gezoeken naar maximaal grip op rechts. En zet hem dan ook deze toer op rechts. En de kop uit rechts. En dan gaan we hier. De tweede is. Daar hoor of dat die wolf niet kan overdoen. Dat is John Deerman, die zal hem vast wel een keer overdoen. Jazeker, liever twee keer overdoen dan helemaal niet. Dus dat gaat nog een keer terugkomen. Dat betekent dat wij op dit moment deze kant om rechts zijn. De tweede officiële, alvorens wij hier 4,5 ton supersports gaan verrijden. En aan de overzijde gaan wij beginnen aan sportklasse trucks. Sportklasse trucks waarvan we de 7 hebben staan. Shave Power naar de proeftrek krijgt. Oftewel de combinatie uit zwarte wal op dit moment bezig is om daar het contact te zoeken met Big Benz. En aan deze kant is het, het plaatje van de 828. Waarbij de combinatie van de Hardenberg, loonbedrijf van de Hardenberg hier ten tonele verschenen zien. Jan kan achter het stuur en op de pedalen. Maar dat grip wat ik erover had, dat is op enkel lucht, zeker op deze baan, lastig te vinden. Heeft vijf. Even kijken hoe Big Benz staat afgesteld. Rode lampen branden op. Big Benz daar inmiddels groen naast het stuur wordt opgeleverd. Groene lamp onder het raam van de cabine. In ieder geval brand. Op aanwijzing van de beginvlak eerder voor. Dat is de aanpassing van standaard XL naar sportklasse, maar er zal nog een concessie gedaan gaan worden. Die gaat nog een tijdje zwaarder. Het fluitje op de baan, datgene wat die echte fanmannen tot waanzin drijft. Oftewel het fluitje uit de pijp en in dit geval afkomstig van Erwin de Kruijf uit Leusden. Dit keer geen 9,26 zoals Gerrit Buitenhuis. Maar 9-16 hebben ze goed op enkele lucht. Maar dat is dan ook wel weer het charme van de 11 ton in stoot. Dit zijn niet allemaal maximaal toegeruste mannen voor een spelletje. Het merendeel wat hier in ieder geval aanhaakt, dat heeft hem uit het werk meegebracht. En daar misschien een ander setje banden onder gezet en een speciale trekhaak onder gestoken. Maar dat is het wel zo'n beetje. En hier gaan we al voor de 90 meter. Schuin over. En dan blijft. Ja. Ja, als je in zo'n grote cabine zit, dan ziet de wereld er heel anders uit. Maar anders zou je in de categorie terechtkomen. Oh! Ja. Als die zwarte rand door de inlaat teruggeeft, dan wordt het inderdaad tijd om even stil te zetten en opnieuw te starten. Maar patiënt stabiel.
ietsje zwaarder naar Shave Power is best wel een heel ietsje. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat we daar nog een middenweg gaan zoeken. Maar dat wordt ongetwijfeld vervolgd. Hier de 39. Inderdaad, Hans zelf. Hier ook alles aan zal doen om hier natuurlijk punt 1 in speelt het beste bakje voor te zetten. Maar punt 2 natuurlijk ook nog even een stukje plaatsing te proberen af te dwingen. Die wil er alle grote graag bij zijn, dat mag ook duidelijk zijn. En dan geeft wat hij heeft, maar die 100 meter die gaat schier onaantastbaar worden hier in die elftal. Ja, als de auto's elektrisch moeten worden en als alles in het kader van het milieu, vraag ik me af hoe lang we nog stukken knot willen gaan roken. Want degene die dat gaat verbieden is al geboren hoor, dat beloof ik je. Dat die tijd nemen we ervan, joh. De JCB, daarmee zijn proeftrek overwint. En wij die ruimte wil hebben, want de overzijde zijn we nog even op een worstel met sportklas trucks en daarna nog met de supersport trucks rijden. Even kijken hoor, Jan van Bentum aan de overzijde naar die 84 meter. En hier Gerda, gaan wij met de JCB naar de proeftrek, naar de voetbal. Hier in ieder geval met de combinatie van Kroes, die met Robo alweer, zolang ik me heugen kan, hier met JCB zijn strijd aangaat. Een geliefkoosd product door deze heren. Het product van Engelse makelarij. Ofwel als het een en ander allemaal als het gaat over kenteken van de sportklasse trucks. En als we het dan hebben over het overdoen van die proeftreks, hebben wij natuurlijk nog Johan van Hardium gaan overdoen. Maar eerst even het kraai met die macht van de bekken. De 72,50. Dat is er een onkeinde uit de categorie dat je zegt, ja, hij heeft alleen maar achter de lucht. Als je goed naar de voorwielen kijkt, dan weet dat het niet breder mag zijn als 3 meter op de weegbrug. Voor en achter maximaal 3 meter breed, dan snap je ook wel dat hier het dubbeltje ernaast past. De 72,50 kiest de linkerkant van de man. Destijds de zwaarste en meest moderne Mecklen die er geleverd is in Europa, 72,50. In de Amerika is het nog een 89-serie geweest. Dan zit er nog een aantal kleine minuscule opdracht in het van de 72-serie. Rond die tijd was Europa er al klaar mee. Het was dan direct allemaal niet zo geland. Al het ging over comfort en schakelkwaliteit. Dit is ook een echte trekker uit de categorie. Op het moment dat je hem hoort schakelen, weet je zeker dat er niks kapot is. Op de einde van de wedstrijd wel voor de beste afstand. Speelt toch altijd een hele vaste waarde geweest als het gaat over farmstokken trucks, is niet voor niks. Want hier de 4,5 ton spot in promo uitvoering rijdt, maar al de rest in topklasse. Dat is wel een heel mooi compliment wat je als organisator kan krijgen. Johan van Daar is één de laatste in de 11 tonnen voor als wij hier 4,5 supersport gaan rijden. Kiest opnieuw totaal andere kant van de baan als de Mecklen. De 72,50 kwam over links. En de John Deere kiest de andere kant van de baan, houdt zijn eigen spoor vast. En gaat niet simpelweg spoortje kopiëren. Doet het met een eigen visie, met eigen inzicht. Chef Paul Bedboel en Verbet om die proeftreks nog over doen, maar eerst is het daar 10 Versteeg. Voorzitter, gaan wij voor mij gaan 4,5 ton supersporten, denk ik eerst nog 2 keer met een demo rijden met BK Power en Urbi.
En dan zouden we aan de overkant nog weer Lady Green verwacht hebben. Maar die kan als eerste trekpower helaas niet terugkomen. Het testen van de brandstofpomp heeft toch in ieder geval zoveel consequenties gehad. Althans, dat is hetgeen wat ik hier van anderen dan van hunzelf, maar toch in ieder geval heb meegekregen. Zie je niet nog een tweede keer gaan aanhaken. Mocht het niet zo zijn, dan is het anders. De 62-30 van Mulder. Ook zo'n deelnemer die op een aantal van die lokale wedstrijden hier in deze regio opduikt, dat met een plaatje van de meer doet, dat mogen gezegd zijn. De 6R, maar dan de 2-30. En daarop een heel mooi stukje kansen. Vrij hard. In ieder geval vaststelt dat zijn spreekwoordelijkheid op 93 meter is. Dan Hans Versteeg. Nu met overal. Nu met Volvo zonder vet. En dat betekent dat daarmee hier in ieder geval wij ons kunnen verontmaken voor een 1, 2, 3'tje. En daar is het volgende na te baan. Keurig niks uitgelegd. Maar wel volstandig in de weer. Tractor Pubbing TV wordt mede mogelijk gemaakt door De Uitvaart en Van der Brink, hoogwerker en kraanverhuur. Kijk voor meer info op www.brinkkraanverhuur.nl.